Een hele goede morgen deze morgen. Ik heb Jordi al naar school gebracht. Liam en Sam, die heb ik ook al mee op pad genomen. We zijn naar de winkel geweest. We hebben een heel stuk gelopen nog daarna. Ik heb de zweet nog hier hangen. Ja, hè? Ik heb de duowagen meegenomen en we zijn gewoon een stuk gaan wandelen. Ik ben net terug. Ze hebben een broodje al gegeten. Heb je een broodje op? Laat zien. Zie je? Broodje. Allemaal broodjes nog aan je mond. Ja, allemaal broodjes nog. En weer slagtanden. Laat je neus even afdoen. Opa. Is dat opa? Hier. Waar is oma dan? Baby. Heb je baby? Laat baby zien. Laat baby eens zien. Waar is baby dan? Ja, die heeft hij nog steeds, baby. Oh, baby. Zo heel schattig, hè, baby. Is jouw baby, hè? Hoppetie. En hoppetie. Goed zo. Hoppetie. Hoppetie, ja. Dat zijn op dit moment de dingetjes die hij graag meesleept. Hè? Oh. Heb je al gedronken? Je moet wel wat drinken, hè? Maar een beetje drinken. Goed zo. Dus ja, dat. Ik doe vandaag niet zo heel veel. Het wordt warm natuurlijk. Vanavond ga ik weer dingetjes doen. Ik ga dadelijk even water in het gebeuren daar doen. Zodat ze kunnen spelen. En ja, dat. Liam, ik denk dat Liam op de bank wil blijven liggen, want die is een beetje over de zeik. Want het is gisteren een beetje druk geweest. En ja, inmiddels hebben we Jordi opgehaald. Jordi zit binnen, heeft net wat gedronken. Sam ligt lekker op de bank. Die wil niet van de bank af. En Liam is lekker aan het spelen. En hij vindt dat heel lekker om gewoon even niemand om zich heen te hebben. En gewoon even te spelen. En dat mag voor mij ook. Dus ik hou hem zeg maar in het oog continu. En ja, dat. En als je kleren uit wil doen, komt hij dat aan mij melden. Dus dat is een voordeel. Hij wilde de hele dag nog niet buiten spelen. Maar zo net kwam hij aangeven van mama, ik wil naar buiten. Oké, jongen, dan ga je naar buiten toe. Dan mag jij. Dus ja. Hij is lekker buiten. Oh, en nog even over het eten van gisteren, wat er allemaal nog over was. Op dit moment is er niks meer over. Want een vriendin van mij is nog eten komen halen, Bianca. Die is nog voor 2 personen rijsttafel komen halen. En de rest heb ik ingevroren voor mijn opa. Dus ook heeft mijn opa dadelijk voor de komende 4 dagen, zeg maar in 2 bakken verdeeld. Dus dat kan niet 2 dagen. Ene bak eten en 2 dagen de andere bak. En zo heeft iedereen eten. En ik ben van mijn vlees af uit de vriezer. En ja, de bakken voor mijn opa zitten nu in de vriezer. Maar in deze dagen zie ik mijn ouders weer en dan geef ik de bakken weer mee. En dan heeft hij het weer in zijn vriezer zitten. Dus of ik moet zelf richting die kant op gaan. Dat is een uur rijden. Dus ik moet even kijken of dat ik het zelf een keer doe of dat ik het aan mijn ouders meegeef. Maar voor nu, mijn opa heeft lekker eten en een vriendin van mij heeft lekker eten. Gisteren hebben we er lekker van gegeten. Dus we hebben er in totaal, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personen hebben ervan gegeten en ja, de een eet er 2 dagen van en de ander niet. Ja, Chichiwa. Doe maar lopen. Gaan we ook chippies pakken? Hier, chippies pakken. Kom maar. Eeuw. Ja, is eeuw. Heel eeuw. Een hele goede morgen.
Ik was met Sam even naar de winkel geweest, zoals jullie zagen. En hij heeft zelf zijn broodje uitgezocht. En hij heeft zelf uitgezocht wat voor een fruitje hij wou. Hij wou framboosjes en druifjes, hè? En je bent nu een kaasbroodje aan het eten. Hij eet altijd heel raar. Maar goed, dat is dus wat ik heb gedaan. Ik heb Liam en Jordi al naar school gebracht. Ik ga dadelijk eventjes nog wat dingetjes doen. Ik heb de waaier al aangezet. Even zo was aanzetten. En dan ja, is het alweer ergens bijna ochtend. Dus dat komt allemaal goed. Inmiddels heb ik Jordi en Liam opgehaald van school. En Liam en Sam zijn lekker buiten aan het spelen. En verder, ja, relax. We doen niet te moeilijk met eten vandaag. Dus, tranquilo. Ik moet Jordi zijn medicijnen geven voor schildklier. Hij heeft 1,5 tabletje nu. Ja, ik kom eraan. Appel en peer. Knijpfruit kan ook appelmoes zijn. Maar dit is hoe ik het nu doe. Lepeltje. En ik ga het even laten zien. Ik heb zijn lepeltje hier. Dan doe ik wat appel peer een spulletje op. Pak zijn tabletjes. Hoppakee. Zitten erop. Jordi, kijk eens. Papa? Bumba en Kiko. Goed zo. Hoeveel blauwe ballen zijn? Dan heb ik er nog eentje. We tellen ze samen. Het zijn geen volle lepels hoor, het zijn echt maar zulke lepels. 2, 3, nog één. 4, en dan 5. Nog een derde. Er zijn 5 blauwe ballen. Papi. Toppie. Jordi, laatste hapje. Hoppakee. En zo geef ik Jordi zijn medicijnen op dit moment. Dit bewaar ik dan gewoon weer, want dit kun je heel makkelijk afsluiten. Die bewaar ik dan weer. En dan vervolgens morgen weer. De kindjes had ik al eten gegeven. Maar ja, zoals jullie weten ben ik mijn vriezer aan het leegmaken. Dus ik had straks zitten denken, wat zullen we dan eten? Ik had nog garnalen in de vriezer zitten. Dus die ga ik nu eten met koude schotel, een eitje en wat sla. Ik heb het even buiten opgeruimd. Even weer netjes gemaakt. Ik moet hier nog dat wc'tje even naar binnen zetten voor Liam. Maar voor de rest is hier nu weer netjes. Het zit gedeelte was al netjes. Dus daar hoef ik niks aan te doen. Maar morgen is iedereen naar school. Dus ik heb het even allemaal afgespoeld, want er zit allemaal zand op. Ik denk dat kan ik het morgen halverwege ochtend, begin middag even vullen. Zodat het allemaal klaar is. Maar dan is het nu eventjes, kan het even goed drogen. Voordat dadelijk overal schimmel in zit en weer en dat soort dingen. Dan ga ik daar even de bank verschonen. En ik ga daar even was ophangen. Dus ja, dat is wat ik ga doen. Niels even werken. Ik ben gewoon lekker even in mijn eigen wereldje mijn dingen aan het doen. Nou. Gisteravond heb ik heel de boel hier gestofzuigd gedweld, was opgehangen, was opgevouwen. Ik heb echt van alles gedaan. Het was op een gegeven moment tijd om naar bed toe te gaan. En toen dacht ik bij mij, oh, fuck die vlog, nou ja, laat maar zitten. Dus dat was gewoon helemaal op. Vanochtend heb ik alle kinderen naar school toegebracht. Ben daarna naar de winkel gegaan. Ik bel Niels op en zeg, wat eten we vandaag? Ja, zegt hij, doen we van alles wat. Dus voor Niels en voor mij heb ik hamburger, broodjes, broodje hamburger. En voor de kinderen heb ik van alles wat. Een kipnuggetje, ik heb nog een poffertje, ik heb eiersalade waar ze in kunnen dippen, ik heb kruidenkaas waar ze in kunnen dippen. Ik heb een komkommetje, ik heb een tomaatje, ik heb een worteltje, ik heb zeg maar gewoon van alles om te snijden. Het wordt gewoon een monkey platter, zeg maar, wat ik op zondag ongeveer ook doe. Zoiets doe ik vandaag ook. Maar voor Jordi werkt dat natuurlijk niet, want Jordi die kan dat in zijn bolle brein niet helemaal. Hè? Dus Jordi krijgt een potje. Dan zeg je bij je eigen, een potje, het kind is 6. Ja, dat klopt, het kind is 6.
Maar het kind heeft ook darmproblemen. En op de een of andere manier, als hij heel veel buikpijn heeft, werkt een potje vaak het beste voor hem. En dat is niet omdat ik te lui ben om iets te maken, want dat doe ik met alle liefde en alle plezier. Maar het feit is dat dit gewoon kapot gekookt eten is, waar gewoon de kilocalorieën in zitten en waar die vrij weinig voor hoeft te doen. En dus zijn darmen rust krijgen, want hij koudt zelf zijn voedsel en daardoor krijgt hij soms dat het niet helemaal goed gekoud is en dat het dan in zijn darmen niet zo goed. Ja, nou dat. Ik kan er een hele theorie over op loslaten. Ik heb het er met de chirurg over gehad, ik heb het er met de diëtist over gehad en ja, hun zeggen ook van ja, zo nu en dan, als hij echt last heeft van zijn darmen, is zo'n potje nog niet eens een heel slecht idee. Dus dat is ja, wat ik doe. Het is aardappelstoofpotje met groenten. Nou jongen, veel plezier. Hij vindt het nog lekker ook, hè, die gek. Die vindt het nog lekker ook. Dus hey, doe wat je wil. Hij krijgt ook nog een chippie en een ditje en een datje enzovoorts tussendoor. Dus hij komt echt wel op zo'n dag aan zijn kilocalorieën, omdat ik heel veel tussendoor geef op zo'n dag. Dus dan ineens dan kom ik aan met een ananasje, een stukje ananas. En dan denkt hij bij zich, oh, komt ze weer aan. Of ik kom met een bakje chips. En dan denkt hij, lekker, daar komt ze aan. Dus nou dat. Ik ga even eten en wat drinken. En ja, dat. Nou, niet in de comments beginnen van, ja, een potje kan niet, dit, dat, zo, zo. Dit werkt gewoon voor Jordi. En als iets voor Jordi werkt, moet je dat af en toe gewoon blijven doen. Vooral nu, zijn botox is uitgewerkt en uitgewerkt raakt. We hebben hem gisteravond moeten helpen en dat wil je gewoon niet. Dus als we het kunnen niet uitstellen, maar als we het hem kunnen vergemakkelijken, dan moeten we dat ook doen. De was die ik gisteren heb opgevouwen of opgehangen, die heb ik nu even opgevouwen. Dit moet hangen, dat stukje. Die ga ik zo dadelijk opruimen. En ja, ik ben gewoon lekker de hele tijd bezig, gewoon op mijn gemakje. Dat moet ook gebeuren. Gewoon lekker op je gemakje met dit weer. Het is nu al 30 graden of zo. Gewoon op het gemakje. Sam, waar ben jij geweest? Sam! Bij de? Mami! Ja, maar bij wie ben je geweest? Bij de? Tan? Chichiwa. Tandas? Chichiwa. Hey, meneer Chichiwa, waar ben jij geweest? Bij de? Tandas? Hey, ben je bij de tandarts geweest? Ja, bij de tandarts. Alles was gewoon prima. Geen gaatjes. Dus helemaal goed. De van alles wat maaltijd. Eiersalade met dit. Worstje. Komkommetje, augurkje. Iets van American pancake. En kipnuggets. En voor Liam heb ik in plaats van een kippenworstje een kaasje. En ook Jordi heeft een paar kipnuggets en zijn prutje. En Niels, vindt hij het prutje lekker? Nee. Niet? Het is niet van mama, zegt hij. Ja, het is niet van mama, maar hij eet het toch? Nee, nou, hij vindt het wel lekker. Hij moest dat van wel een nieuwe. Ja, maar hij krijgt het ook niet heel veel. Nou, hij heeft het in ieder geval in zijn mond zitten. Het is beter voor zijn darm op deze manier dan wat ik aan die andere twee doe. Liam en Sam zijn nog lekker eventjes aan het eten. Die laat ik ook nog even. Jordi, die heeft zijn bordje alweer op. Hij vond het... Nee, deze vond hij niet super. Maar hij heeft er ook nog wel een paar bij die hij wel lekker vindt. Zoals tomaat. Iets met tomaat als maar geen pas is. Hij heeft hem gewoon opgegeten met kipnuggetjes. Maar dit is gewoon beter voor zijn darmen, zo nu en dan. Omdat er zitten geen kruiden in of wat dan ook. En dan kan ik kruidloos koken. Maar ik heb hier nog meer monden. Dus vandaar dat we hiervoor kiezen. En ik ga broodje hamburger eten. Nou, hier zijn een paar kinderen aan het zwemmen. Sam, je zit wel laag in je band. Papa, hij moet hoger in zijn band. Hij zit echt laag in zijn band. Goed zo, goed gedaan. Ja, klaar. Nee.
Ben je eruit dan? Nee. Oh, oké, blijf je zitten. Nee. Krijg je nou geen paarse lippen met 31 graden? Nee, het water is 31 graden. Maar Liam, je mag het water niet drinken. Nee. Nee. Ja, niet doen. Emmertje aan papa geven. Nou is het klaar met de emmer. Liam. Pas op, hè. Hier is een bootje. Ja, wat wel heel grappig is, is dat hij gewoon kan staan in het bad. Dus dat geeft ook wel weer een bepaalde. Waar moet je vanaf blijven? Een bepaald gevoel van veiligheid. Kinderen lagen lekker allemaal te slapen en wij waren zo goed als klaar met opruimen. En toen hoorden we in één keer. Er is iemand wakker. Ja. Wat warm, hè? Ik heb hem even wat chipjes gegeven voor de zout. Hij heeft al wat gedronken. Ik heb iets oranje, iets zoeter gemaakt. Dus dat heeft ook wat zoet. Zodat hij heel eventjes goed... ja, hè? Dat. Ja, voor de rest... het is zoals het is. Ik heb wel alles al klaarstaan. Een brood, kleding voor morgen en alles en zo. Dus ja, het is zoals het is. Dan gaan we nog heel even lekker op de bank zitten. En dan, ja, ik denk dat het de warmte is. Maar ze hebben vandaag ook iets op school gedaan wat ze normaal dus niet doen. Want normaal zetten ze daar geen badje neer om mee te spelen, et cetera. Dus dan is alles weer wat anders geweest dan normaal. Ja. Sommige kinderen hebben daar ook gewoon wat last van. En dat mag, dat is prima. Ik denk dat het een beetje een combinatie is. Dus, maar goed, hij ligt nu lekker rustig. En dan gaat hij daar lekker naar bedje toe weer. Een hele goede morgen. Alles en iedereen zit op school. Ik heb... ik ben ziek. Ik weet niet wat er vannacht is gebeurd, maar iets... zegt, oké, nou heb je de griep van je kinderen. Succes. In ieder geval griep van mijn kinderen, de verkoudheid van mijn kinderen. Maar toch. Ik heb alle ramen openstaan. Ik ga even boven poetsen. Dan denk je bij je eigen mensen, het is 30 graden boven poetsen. Ja, boven poetsen. Ik heb anders gewoon weg geen tijd van het weekend. Dus... van het weekend komt namelijk een van de tweelingen van Inge bij ons. En die komt logeren. En dan wil ik daar ook alle tijd voor hebben. Voor de kinderen en voor Julam. Dus ik ga even boven poetsen. Bedden verschoon doe ik zondag. Maar het is wel nodig dat ik ja, op zijn minst de rest allemaal even doe.
gepoetst, boven, douches klaar, alles gestofzuigd, het wel gestofd, et cetera. Frans slacht dat wel, maar het is schoon. Het is klaar. Nou ga ik even eten en dan ga ik even washangen en nog een wasje aanzetten. En dan is het alweer bekant tijd om Jordi op te halen en dan Liam en Sam. Ik heb mijn was ook opgehangen. Was aangezet, alles rechtgezet, et cetera. En als je je eigen zo voelt zoals ik nu voel, moet je ook gewoon fatsoenlijk eten. Dus ik heb een broodje gezond, ongezond gemaakt. En dat is wat ik nu ga eten. Het is nu 1 uur. We hebben nog een uurtje voordat ik weer op pad moet. Niels die is straks thuis gekomen toen hij klaar was met werken. Toen hebben we gegeten. Daarna zijn we met de jongens in het zwembad geplonst. Ook ik heb erin gelegen. En ja, daar is een foto van. Tada. De kinderen zijn daarna gedoucht. En die liggen nu op bed te slapen. Ik ben even kipcurry aan het maken. Want we zouden eigenlijk iets met kip eten. Maar ja, Liam die had een breakdown. Dus ja, het werden frietjes uiteindelijk. Want ik was daar echt de hele tijd mee bezig. En ik had kip uitgelegd. Dus daar maak ik nu maar kipcurry van. En daarna broodtrommels maken. En zorgen dat alles klaar staat voor morgen. Dat de kinderen naar school kunnen. Dus dat. En nee, ik heb dat niet gefilmd. Dat we weer thuis waren. Want Liam die was echt koek, 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 koek. Dat. Dus ja, dat. Maar goed. Even een beetje opruimen dadelijk. En verder alles klaarzetten. En dan vind ik het eigenlijk wel gescheten. Want morgen doe ik hier beneden poetsen. Alles is rustig hier. Hè? Mm-hmm. Opgeruimd. Alles staat ook al klaar voor morgen. Dus ja, jij gaat even vuil wegbrengen. En dan gaan we ook naar bed. Yes, dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.